Rotterdammer Willem Potten was al in zijn jeugd gebiologeerd door Jules Verne. En toen hij in 1896 voor zaken in Parijs was, maakte hij daar als passagier een ballonvlucht mee. Hij kreeg daarin zelfs les van luchtvaartpionier Bleriot. In 1905 kocht hij in Parijs zijn eerste ballon met een inhoud van 400 kubieke meter en bracht daarmee heel Nederland in rep en roer. Dat bleek al bij zijn eerste opstijging op 15 juli 1905. Vanuit de tuin van het gebouw Kunsten en Wetenschappen aan de Schiedamse Singel in Rotterdam. Er was in en buiten de tuin zoveel publiek dat het nieuwe spektakel wilde meemaken, dat in het gedrang enige kinderen te water raakten. De organisator, de heer George W. van Bienen, kreeg een proces-verbaal aan zijn broek wegens het zonder vergunning laten opstijgen van een luchtballon op zondag. Daarna maakte hij tot en met 1913 iedere zomer een uitgebreide tournee door Nederland, waarmee hij voor het hele jaar een inkomen verdiende. Zijn vrouw hielp hem daarbij. En zo werd mevrouw Potten Ruitman in 1909 de eerste vrouwelijke ballonncommandant. Maar toen kwam de Eerste Wereldoorlog. En de ballonvaart werd verboden wegens mogelijke spionage. Na die oorlog pakte hij prompt de draad weer op en maakte hij diverse ballontochten. Ter gelegenheid van de feestelijke opening van het vliegveld Waalhaven in 1922 hield men daar de ICAR luchtvaartshow. En Willem Potten ging daar een sprong met een parachute maken. In een KLM Fokker F3 werd hij in hoger sferen gebracht. De deur was uit het toestel weggenomen en de parachute was onder het vliegtuig aangebracht. Hij zelf was met een draad aan de chute verbonden. Toen hij met zachte drang naar buiten was gewerkt en omlaag viel, trok de draad de chute uit een zak en opende zich feilloos. Het publiek keek met gespannen aandacht toe. Potten spartelde tijdens het omlaag komen expres flink en kreeg een hartelijk applaus. Willem Potten gebruikte in die tijd brandbaar gas, vaak stadsgas. Dat ging niet altijd goed. Op 5 juli 1924 landde hij nabij Nieuwenhoorn. Terwijl hij het gas uit de ballon liet ontsnappen, stak een van de omstanders zijn sigaar aan. Een grote steekvlam was het gevolg. Hij zelf bleef ongedeerd, maar 6 personen liepen brandwonden op en zijn ballon werd vernield. Gelukkig schonk de poetsmiddelenfabriek Glim uit Rotterdam, waarvoor hij reclame maakte, hem een nieuwe ballon van 600 kubieke meter. Maar slechts een paar maanden later, op 9 september 1924, ging het weer mis toen hij, nog voor het opstijgen met zijn ballon, door een windstoot tegen een gaslantaarnpaal werd geblazen. Tijdens een start op de Beestenmarkt in Leiden werd een 10-jarige jongen op onverklaarbare wijze bij het opstijgen door het ankertouw meegesleept. Hij bengelde tot grote ontsteltenis van de toeschouwers hoog boven de grond. Maar Potten bleef kalm. Hij wist de jongen blijkbaar duidelijk te maken dat hij zich goed vast moest houden en slaagde erin om bij Voorburg te landen, zonder dat de jongen een schrammetje opliep. De kranten stonden er vol van, maar op deze filmopname is er niets van te zien. Ter gelegenheid van de nijverheidstentoonstelling Neneito in 1928 te Rotterdam organiseerde men een soort vossenjacht tussen 2 Nederlandse en 2 Belgische ballonnen. Zo zien we hier het echtpaar samen op de film. Tijdens het vullen met waterstofgas raakte de Belgische ballon die voor Vos moest spelen beschadigd door de sterke wind. En daarom moest de ballon Rotterdam 1 van mevrouw Potten Ruitman de Vos gaan spelen. De overgebleven Belg wachtte echter niet op beter weer en ging maar gelijk de lucht in. Daardoor moest ook mevrouw Potten vertrekken, maar kon door de wind niet snel genoeg omhoog. Om toch hoogte te krijgen, moest ze snel een paar ballastzandzakken boven het publiek leegstrooien.
Op zondag 4 mei 1930 speelde het Nederlands voetbalelftal in Amsterdam tegen de Rode Duivels. Het Rotterdams Nieuwsblad transformeerde daarvoor het hele Hofpleingebied tot een virtueel voetbalstadion. Zo konden de Rotterdammers de wedstrijd via luidsprekers live meemaken. Als speciale attractie tijdens de rust had men de populaire Willem Pottum geëngageerd. De enige plek waar hij ongehinderd op kon stijgen was het dak van het krantengebouw aan de Coolsingel. Hij ging voor het eerst in zijn leven een dakstart maken. Dat ging opmerkelijk goed en langzaam stijgend wierp hij strooibiljetten uit over de stad en landde hij uiteindelijk in Alblasserdam. Daar stuurde hij een jongen op de fiets naar autoverhuurbedrijf De Haan. Die bracht hem naar het Maasstation in Rotterdam, want 4 dagen later moest hij alweer met zijn ballon in Doetinchem zijn, voor zijn 194ste ballonvaart in Nederland. Zoals u ziet, staat op het ogenblik de ballon gevuld. Er is in 170 kubieke meter waterstofgas geleverd door Oxygenium te Schiedam. Precies 7 uur hoop ik naar boven te gaan en denk te bereiken een hoogte van ongeveer 1000 meter. Mijn richting waar ik hier op het terrein ben, afgerekend, u weet ik ben hier op Hilversberg, denk ik dat ik ga naar Dordrecht. Hey, je bent mij vergeten! Nou een roeibootje, jongens, nou een roeibootje. Nou, is je hoog, hè? Waar is dit oud? Meneer Jansen, dit komt in orde. Wat dan? Hij gaat net door. Tijdens het bombardement van 14 mei 1940 op Rotterdam brandde zijn huis aan de Aart van Nesstraat af. En daarmee ging ook zijn hele archief met foto's, knipsels en schetsen over zijn ballonvluchten verloren. Dit knakte hem zo erg dat hij tijdelijk opgenomen werd in een verpleeginrichting. De inmiddels 70-jarige Willem had zijn levenskracht verloren. Met zijn vrouw verliet hij het verwoeste Rotterdam en vestigde hij zich in Den Haag. En daar overleed hij op 26 juli 1949 in een rusthuis. Nederland verloor de man die het publiek vermaakt had met meer dan 200 ballonvaarten. Van 3 daarvan zijn er filmopnamen bewaard gebleven en in deze documentaire verwerkt. En Rotterdam eerde zijn stadgenoot met een straatnaam op de plek van het voormalige vliegveld Waalhaven.